De nachtzoen. Ach ja, misschien lijden we 's nachts aan nachtmerries. Maar of dat er echt toe doet, daaruit kunnen we ontwaken. En als we later doodgaan, ontwaken we nog een keer. Dat is niet speciaal prettig, want bewegen, in dit geval sterven, hoort bij het leven. Maar hoe vruchtbaar de dood uiteindelijk zijn zal, ach, dat kunnen we al proeven in een spruitje. Deze nachtzoen krijgen we van Herman Finkers. Er zijn heel veel mensen die hier komen die associëren de nacht en, ook een beetje met de dood. Heb jij dat ook? Ja. Het is een geruststellend iets. Ja? Ja. Trammeland heb je niet in de dood. En de dood brengt het leven voort. Zonder een dode aardappel geen nieuwe aardappels. En zelfs vegetariërs leven van de dood. Want je eet geen kiezelstenen. Je eet alles wat levend geweest is. Een spruitje, een wortel, een banaan. Dat zijn ook allemaal dingen die ophouden met leven. En daardoor jou in staat stellen verder te leven. Het is ook een lekkere banaan is uiteindelijk de dood die je eet. Dus de dood kan een heel lekkere bananensmaak hebben. Ja, en het is toch ook oetetietgon? Hoe was dat ook weer? Oetetietgon. Maar is slapen dat dan ja, ook? Ja, in principe is dat ook natuurlijk. Ja, voor je gevoel in ieder geval wel. Dat gaat uit je lichaam en je aftakeling gaan natuurlijk s'nachts ook gewoon door. Dus wat dat betreft ben je wel in de tijd. Maar je bent even geestelijk wel uit de tijd. Maar ik ga niet in bed liggen om te dromen. Want die dromen, dat doe ik er niet voor. Nee? Nee. Waarom niet? Ja, ik droom nooit, of niet vaak mooi, nee. Maar wat droom je dan? Ellende. Wat dan? Ja, weet ik kan er zelf vaak geen chocola van maken. Maar het is wel concreet, niet nee, ja, nee. Het lijkt op een surrealistisch schilderij. Een soort van Dalí, waarin allerlei rare dingen gebeuren. Maar is dat niet beangstigend in de zin dat je denkt, als mijn geest dit in de droom doet, hoe zal het dan in de dood zijn? Heeft dat niks met elkaar te maken? Nee, daardoor heb ik altijd iets geruststellends gevonden, ja. En ook juist omdat dat een hogere vorm van leven is. Maar dat heb ik ook in mijn laatste voorstelling wel gezongen. Ooit mag ik dood, dan word ik opnieuw gewaar dat ik aan het ontwaken ben. Weer minder aan dromen ben. Dichter nog bij haar gekomen ben dan toen het leven me als een droom ver van haar hield. Dus dat komt ook zo. Als ik droom, dan is het niet zo prettig. Dat is vervelend dromen. Dan word ik wakker, is dan een stuk prettiger. Nou, straks krijg je nog eens een keer zo'n stap. Dan ga je weer door. Dan droom je nog weer minder. Dus je droomt elke keer minder. Dus je hebt elke keer minder nachtmerries. Het lijkt net alsof dat liedje gaat over steeds meer ontwaken. Ja, dat is het ook. Want als je hier rondloopt, ja zeker ik loop nogal dromerig hier rond. Half bewust van wat er gebeurt. En dat vind ik al geweldig. Maar je lijkt me wel mooi om nog wakkerder te worden. En van die rare dingen af te zijn. Van die angsten waar ik overdag niet zoveel last van heb, maar s'nachts wel. Ja, en daar ben je dan straks vanaf. En wat voor angsten zijn dat dan s'nachts? Nou, heel abstracte dingen, maar angst voel je ook overdag. Ik heb wel, als ik door een bos loop en ik loop door een bepaalde plek, dat ik opeens bang word, terwijl er geen aanleiding toe is. En dan loop ik iets verder door en dan is het weg. En hoe weet je dat straks voorbij is? Is dat een gevoel? Is dat een inzicht? Ja, dat weet je niet. Ja, je voelt het meer eigenlijk. Ik kan het me niet anders voorstellen, laat ik zo zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat dit een waaksituatie is waar we in zitten. Het is wel echt, maar we zitten natuurlijk naar een mooie voorstelling te kijken. Maar je hebt nog niet achter de kor gekeken. En daar is het geen zootje? Nee, ik denk dat we eigenlijk naar de achterkant van het decor hebben zitten kijken. Dat we straks de voorkant zien. Dus ik ben wel blij om even achter de schermen te kunnen kijken straks. En dan ben je wakker? En dan ben je wakker, maar moet je eerst slapen natuurlijk. Dit is om mensen in te stoppen. Ja, want wat voor motto zou je ons op bed willen leggen vanavond? Met vertrouwen, dus niet voor angst voor God en ook niet angst voor de dood. Maar juist wel hopend dat het nog heel lang duurt voordat het gebeurt. En in goede gezondheid natuurlijk. En zeker voor anderen dat ze nog heel lang mogen leven. Maar weten dat je uiteindelijk nog ook dat zachte ontwaken hebt straks. Ja, het wakker worden is natuurlijk heel hard. Die wekker gaat heel hard af als je sterft. Het is sterven is niet leuk. Maar wat erna komt. Kijk, sterven is het leven, is niet het doel.